Veel leraren ervaren het onderwijs als een opstapeling van taken en dan komt als klap op de vuurpijl daar ook nog ICT bij. Het TIPAC-model kan leraren helpen bij het maken van keuzes over hoe ICT ingezet kan worden om het overbrengen van een vakinhoud te ondersteunen. Als leraar kijk je naar je onderwijs door verschillende brillen. In de eerste plaats kijk je door je vakinhoudelijke bril. Wat wil je dat je leerlingen leren over je vak? Je tweede bril is gekleurd door de didactiek. Op welke wijze kun je de inhoud het beste overbrengen aan je leerlingen? Die twee brillen maken samen jouw vak. Je bent leraar. ICT vormt de derde bril. Het voegt iets toe en heeft invloed op de andere twee brillen. De vakinhoud verandert en je didactiek verandert. Het TPACK-model beschrijft de kennis die een leraar nodig heeft om ICT te integreren in het onderwijs. Bij lesgeven gaat het erom dat de leraar weet wat er moet worden onderwezen, de vakinhoud, en hoe dit moet worden onderwezen, de vakdidactiek. Om ICT op een zinvolle manier te gebruiken in het onderwijs, moet een leraar weten hoe de vakinhoud inzichtelijk en begrijpelijk gemaakt kan worden met behulp van ICT, en welke didactiek het leren van bepaalde onderwerpen met behulp van ICT versterkt. Een voorbeeld. Bij een traditionele muziekles leer je bijvoorbeeld een liedje aan. Een klassikale les is daar prima voor geschikt. Maar als je ICT wilt gebruiken, verandert je les. Op welke component van het TPACK model heeft dat de meeste invloed? Stel dat je met de leerlingen videoclips wilt maken. Is klassikale instructie dan nog wel het beste didactische model? Samenwerkend leren is dan een betere werkvorm. De voordelen van TPACK het TPEC-model leidt tot een doelgerichte inzet van ICT in je les. Je leert kritisch nadenken over je eigen kennis met betrekking tot ICT en het TPEC-model geeft je houvast bij het evalueren van je lessen. In deze video leggen we uit hoe het TPEC-model werkt. Het TPEC-model is een didactisch model waarin pedagogiek, inhoud en techniek samenvallen. Het type-model is een vrij abstract verhaal. En animatie leent zich heel goed om zo'n verhaal goed in beeld te brengen. Je kunt al heel eenvoudig animaties maken met een tool zoals PowToon.